Ja, kunstbeurzen hebben natuurlijk ook te maken met de effecten van corona. Daarom hier aan tafel met de Sam Calder, directeur van de kunstbeurs This Art Fair. En Merel Noorlander, beeldend kunstenaar. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, de corona. En toen ging alles dicht. En toen ging alles niet door. Alles dicht en toen ging de kunstbeurs niet door. Nee. Althans, niet in de vorm die we voor ogen hadden. Nee. Want het klinkt alsof er een nieuwe vorm is verzonnen. Er is altijd iets anders mogelijk. Ja, wij zouden met het Hemelvaartweekend onze eerste editie in Amsterdam-Noord hebben. Daarvoor deden we dat in de beurs van Berlage, ja, in het centrum van Amsterdam. Dus het was niet helemaal nieuw, maar wel een nieuwe editie, een nieuwe plek. Maar ja, als gevolg van COVID-19 afgelast en volgend jaar Hemelvaart doen we dat alsnog. Maar in plaats daarvan dachten we, we moeten niet een jaar lang niks doen. We gaan zoeken naar alternatieven die wel mogelijk zijn. Dus dit weekend heeft This Art Fair een mobiele kunstbeurs. En daar kunnen we niet de 150 kunstenaars laten zien die we op de beurs zouden hebben. Maar daar hebben we wel plek voor 35 kunstenaars in de achterbak van een vrachtwagen. De vrachtwagen rijdt door Amsterdam, door Den Haag, door Rotterdam. Want als de bezoekers niet naar ons kunnen, dan kunnen we in ieder geval naar hun toe. Nou, wat ongelooflijk. Hulde. Dankjewel. Ja. Maar hoeveel kunnen er in die vrachtwagen kijken? Nou, er kunnen 2 mensen tegelijkertijd in de vrachtwagen. Er mogen 30 mensen tegelijkertijd op een plek zijn. Dus we hebben 28 mensen in de rij, terwijl er 2 in de vrachtwagen kijken. Maar dan ben je wel een echte VIP natuurlijk. Met een drankje, 5 minuten helemaal alleen in een eigen kunstbeurs. En moeten mensen zich opgeven? Ze kunnen zich aanmelden per mail. Maar voorbijgangers zijn net zulke VIPs als mensen die zich van tevoren gemeld hebben. Dus ja, we hopen op vrienden van de stichting, op verzamelaars, op bedrijfscollecties. Maar ook op passanten die toevallig langs een laat- en losplek lopen waar we staan. Ja, je kijkt heel enthousiast trouwens. Ja, ja. Ja, ik ben er zin heel in, blij van. Ja. Ja. Ja, je denkt ik heb iets verzonnen. Precies, yes. Na wekenlang niks is er wat. Ja, ja. We go for it. Merel, daar hangt hier een slinger. Ja, vertel eens even. Ja, dit is een onderdeel van mijn onderzoek naar hedendaagse erotiek en onze kijk op hedendaagse erotiek. Wat nu mooi voorbij komt, omdat het fysieke contact zo in het geding is gekomen eigenlijk. Ja. En besproken wordt, maar ook door de politiek. Ja, hoe zeg je dat? Vind ik een beetje, wordt betutteld met je mag wel of geen seksbuddy hebben. Deze slinger zou veel eerder gemaakt. Dat je wel of niet wat mag hebben? Een seksbuddy. Een seksbuddy? Ja, ja. Wat ja, trouwens een pornoterm is, maar... Ja. Deze slinger is veel eerder gemaakt. Ze vinden van niet. Ze vinden van niet. We moeten geen risico nemen, toch? Dat is het verhaal. Dat is het verhaal. Ja, daar ben jij het niet mee eens. Ik denk niet dat het erom gaat of ik het er wel of niet mee eens ben. Ik vind het nogal wat als de politiek zich gaat bemoeien met ons seksuele leven. Eigenlijk. Ja, maar goed, we mogen ook niet naar de kapper. Misschien is het vergelijkbaar, of niet? Ik weet niet of je dat vergelijkbaar kan noemen. Ik denk dat discussie. Foucault daar heel mooi over geschreven heeft. De geschiedenis van de seksualiteit, waarin de politiek zich op een gegeven moment bemoeid heeft. En het recht van de seksualiteit eigenlijk heeft toegeëigend om bepaalde dingen te reguleren. Deze slinger is eigenlijk een ludiek voorbeeld. Deze heeft ook gehangen bij This Art Fair, een tijdje terug, toen dat nog kon. En het lijkt een feestelijke slinger. En dat is het ook. Het grappige was dat ik vind het ook wel een mooi voorbeeld hoe men naar de kunst kijkt. Jij zei net al, kunst is een feestje. Maar kunst schuurt ook. En dat moeten we ook niet vergeten. Het stelt ook pijnlijke dingen ter discussie. Ik merkte toen het daar hing dat heel veel mensen zeiden, oh, wat een leuke slinger. En toen zeiden ze, oh. En sommigen betrokken ook een beetje. Ja, want als je goed kijkt, dan zien we dat het vagina's zijn, hè? Vulva's, ja. Vulva's, noem jij het vulva's? Beter? Oké. Ja. Ja. En ja, dat vond men het chockerend? Sommige mensen vonden dat chockerend. Oh, ja? Ja, ja. Ik had meer objecten gemaakt, hoor. En, Want het ziet er toch heel oké uit, of niet? Ik vind ook dat het oké eruit ziet. Maar het zegt wel wat, dat mensen soms gechoqueerd nog zijn als ze denken, ik kijk nu eigenlijk naar een erotisch lichaamsdeel. Wat ik het meest fascinerende vind als je als maker een stukje papier, een statisch object kan transformeren tot iets wat doet met de verbeelding. Ik had bijvoorbeeld ook benen van papier met een roltong en benen van papier waar straaltjes water uitkwamen, de squirt machine. Mensen voelden zich echt fysiek aangevallen dat ze af en toe een druppeltje water op zich kregen, terwijl het eigenlijk bestaat gewoon uit een blok, 2 benen van papier en iets dat sproeit. Ik denk dat we het veel te weinig hebben over dat soort dingen.
En dat wil jij met jouw kunst bewerkstelligen, dat wij daar wel over nadenken en het hebben? Nee, ik niet alleen als kunstenaar. Daar ben je als maker, als beeldend kunstenaar. En niet alleen als beeldend kunstenaar hou je je daarmee bezig. Ja. Nou las ik een vlammend betoog van jullie in de NRC. Ja. Jullie zeiden, eigenlijk moeten nu in deze tijden dingen door de overheid veranderd worden om de kunstenaars te helpen. Namelijk investeringen in kunst financieel aantrekkelijker te maken. Mm-hmm. Hebben jullie dat met z'n tweeën verzonnen? Niet alleen wij twee. Met een team. Er zijn 5 initiatiefnemers van de petitie waar dit artikel ook over ging. En we vinden niet alleen dat de politiek anders naar kunst moet kijken of anders met kunst moet omgaan. We vinden ook dat bezoekers van kunstbeurzen, van theatervoorstellingen, consumenten, maar ook bedrijven en fondsen anders moeten kijken naar de kunsten. En dat investeren in kunst zou iets heel natuurlijks moeten worden. En dat kan de overheid stimuleren. Ja, precies. Want dan een ander btw-bedrag of zo? Of hoe zie je dat voor je? Het fiscaal aantrekkelijk maken zou een mooi begin zijn. Dus niet alleen aan ambies zo'n fiscaal voordeel geven, maar ook aan beeldend kunstenaars zelf. Misschien bij het kopen in een galerie zou dat wel heel erg helpen. Maar ook het opdracht geven aan een theatermaker om een saaie vergadering op te leuken of te inspireren zou ontzettend helpen. En als je dat doet, dan gaan mensen hopelijk ook anders kijken naar kunst. En dat wil overigens niet zeggen dat wij vinden dat die 700 miljoen er niet bij moet komen. Maar los daarvan moet er ook nog wel meer veranderen. Ja, het gaat erom ook dat je die circulaire economie met elkaar in stand houdt. Want jij zei net de overheid, maar het gaat inderdaad niet alleen over de overheid. Het gaat erom dat je met elkaar impulsen geeft. En we denken vaak, als we denken aan het investeren in kunst, aan kunst boven de bank. Maar kunst bestaat uit zoveel meer. Ik werk ook heel veel met community kunstenaars. En met participatieve projecten. En wat versta je daaronder, community kunstenaars? Dat zijn kunstenaars die in wijken met bewoners werken. En bijvoorbeeld verhalen verzamelen. Het Amsterdam Museum is daar nu een gigantisch groot archief ook over op aan het bouwen. En we kunnen met elkaar een nieuwe toekomst bedenken hoe we met elkaar omgaan. En niet zozeer nu alleen, maar eigenlijk ook voor de toekomst om dingen te veranderen. Precies, en daarmee wil ik eigenlijk zeggen, kunst bestaat niet alleen maar als een schilderij boven de bank. Kunst gaat ook, als je het hebt over fiscaal aantrekkelijker maken om te investeren in kunst, gaat ook over opdrachten die je geeft. Het gaat ook dat is veel breder dan dat eigenlijk. Ja. Nou wordt de NRC goed gelezen, zeker door politici, denk ik. Zijn er reacties op binnengekomen op jullie stuk? Nou ja, jullie hebben heel veel mensen die jullie hier aan tafel hebben gehad, die zijn bij onze lobby betrokken. En die is geïnitieerd. Katinka Simonsen, die heeft ons ook benaderd en gezegd, joh, laten we dat doen, laten we dat uit gaan zetten. Die is hier toevallig nog niet aan tafel geschoven, begreep ik. Misschien een gemiste kans, maar wij zijn er ook om om daarvan de stem te laten horen. En veel politici die jullie hebben gesproken, die zijn betrokken geweest bij die lobby. Dus dat is echt tot in de Tweede Kamer en minister van Engelshoven doorgedrongen. Wat eigenlijk voelt als de beste kant van de democratie. Maar tegelijkertijd, als er een motie wordt aangenomen van we gaan er alles aan doen om de cultuursector en de kunst- en cultuursector te redden, is daarna de vraag, wat voor stappen gaan we daarin ondernemen? En dat is iets wat we met alle makers en investeerders en beurs en galeries en kunstliefhebbenden kunnen vormgeven. Heb je al een corona-kunstwerk in gedachten? Wat er komt? Ik heb niet stilgezeten. Ik heb heel hard gewerkt om te zorgen dat mijn projecten blijven rollen. Een van de werken is met communitymakers in elk stadsdeel verhalen verzamelen. En die stemmen komen op posters. We werken samen met Centercom door de hele stad van Amsterdam. Ik ben blij dat komt, maar er is ook een periode daarna. Ja. Want de periode daarna, ik bedoel, jij hebt nu enthousiast zitten vertellen, hè, over die mobiele beurs. Maar goed, dat is natuurlijk, hoe dan ook, los van het feit dat het een fantastisch initiatief is, natuurlijk behelpen voor jou. Ik bedoel, de bezoekersaantallen zullen... Dat is niet houdbaar. Nee. Dat is niet hoe je een bedrijf, want ook een culturele organisatie is een bedrijf, draaiende houdt. Nee. Dus want kom jij in problemen financieel met jouw beurs?
Nou, we moeten allemaal inleveren. Van deelnemers van de kunstbeurs, en dat zijn zowel individuele makers als galeries. Tot de freelancers waarmee we werken, het team waarmee we werken. Dus ja, we lopen allemaal wel wat mis. Of het nou exposure is of factureren aan de stichting. Maar we zijn ook heel gelukkig dat er heel veel fondsen zijn die rekening houden met de gevolgen van corona. En dat niet alles uitgevoerd kan worden op de manier waarop je dat voor ogen had. En dat redt ons wel. Ja. En al die medewerkers waar je het over hebt en alles bij elkaar. Hoe kunnen we daarbij schrijven namens jullie? Nou ja, ik vond het grappig. Jullie vroegen in het begin, wat doe je? Nee, ik ben beeldend kunstenaar, curator en programmacommissielid van Arti. En jullie zeiden, nee, je moet er één kiezen. Dat is eigenlijk ook misgegaan bij Kamer van Koophandel. Daar moest je ook één hoofddeel opgeven. En daardoor maar jij bent alles. Al jaren werkzaam erin, maar ik loop wel bepaalde noodmaatregelen mis. Dus in die zin, als ik vertegenwoordig... Jij loopt daardoor noodmaatregelen mis? Of, bepaalde toelagen. Ja. Die 4000 euro bijvoorbeeld. Ja, die kan jij niet... Die kan ik niet aanvragen. Die is wel... die is niet voor beeld. En wat voor gevolgen daar is niet, hè? Wat voor gevolgen heb jij daar, ondervind jij daarvan? De gevolgen die ik daaraan ondervind is dat mijn spaarpotje... dat die nu dat die langzaam slinkt. Ja. Ik bedoel, ik ben keihard aan het werk om ervoor te zorgen... Dat projecten die stonden, dat die alsnog uitgevoerd kunnen worden, al dan niet. Je bent elke keer bezig met een plan A, B, C en D. En dat kost best veel. Dat kost best veel energie. Dus niet alleen binnen de kunst- en cultuursector. Dat geldt voor een heleboel mensen. Ja. Ja. Je vroeg ook iets anders. Voor hoeveel mensen je staat. Ja. Goed om te weten dat het voor jou wel degelijk dus ook zorgelijke tijd is. En dat jij dus geen beroep kan doen op allerlei potjes. Nou, bepaalde potjes ook wel. Maar ik wil niet alleen maar op potjes. Nee, ik wil gewoon mijn eigen... Je wil gewoon weer aan het werk. Ja, precies. En dat werkt. Dat lukt ook. Maar dat is gewoon keihard werken. Ja, ik snap het. Ja. En bij Arti e Amicitie, Kunst en Sociëteit, hebben we 500... kunstenaarsleden. Dus bij deze kan ik zeggen dat ik die vertegenwoordig als dat je vraag is. Nou, je weet dat wij hier willen bijschrijven namens hoeveel mensen jullie hier zitten. Ja. Daar hebben jullie over nagedacht, toch? Dus dan zijn dat 500. 500 en jij hebt er? Ik heb er 180. Oké, dus dat is 680. Die zitten we erbij en dat gaat razendsnel. Kijk eens even, ik zit op 352.000 ruim. Mag ik jullie vragen ook jullie handtekeningen daar achter te laten? En wat leuk dat je het kunstwerk had meegenomen. Graag gedaan. Mooi. Ja. Dank jullie wel. Oké. Dit is Sam Kalder en Merel Noorlander. En succes met jullie mobiele project. Hartstikke goed. Thank you.